Tweede van de week. Surinamers overal. En wij gaan dan gelijk deze Saramang. En dan gelijk bellen. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, Safir Korendijk is dat. Ja, dat spreekt u mee. Met Ashun. Met u? Goed, goed. Met Ashun van de SRS. Fafi? Hallo, wat zegt u? Ja, Fafi? Ja. Het gaat? Jawel, het gaat goed. Het gaat rustig. Oh, sorry, Fafi zei ik. Had niet ja. Het gaat rustig, dank u. Ik dacht dat je geen Surinaams meer verstond. Nee, nog wel. Gelukkig nog wel een beetje. Safir Korendijk, je zit helemaal in Roemenië. Waar van Roemenië precies? Op dit moment zit ik 100 kilometer van Boekarest in een stadje genaamd Pitești. We zijn twee maanden terug zijn we hier naartoe verhuisd van Boekarest. Oké, en wie is we? Mevrouw en onze dochter. Ja. We hadden je vorig jaar al gesproken. Misschien kan je even de luisteraars kort vertellen. Hoe is Safir Korendijk in Roemenië beland? Ik ben beland in Roemenië nadat ik op mijn 7-jarige leeftijd ben verhuisd van Suriname naar Nederland. Mm-hmm. Heb ik op mijn 24 jaar heb ik mijn vrouw toen ontmoet ergens online in een videospel. waar we met elkaar hebben afgesproken. Ik ben een paar keer op vakantie gegaan. Ja. Roemenië. Oké. Okay. Toen hebben we besloten om wat stappen te ondernemen. Welke game speelden jullie? Het was een online spel. MMORPG was het genaamd Cabal. Okay. En nog wat andere spellen daarna hebben we ook vaak gespeeld. Ook op de PlayStation en alles. Ja. Oké. En zij is Roemeense. Ja, dat klopt. Dat klopt. En hoe ging het met De communicatie, want is het Engels? Ja, Engels vooral, gelukkig. Ik, ik spreek redelijk Engels en zij spreekt ook goed Engels, dus het ging gewoon geen perfect. Ja, mooi, het is een interessant verhaal, man. En jullie zijn nog altijd gelukkig. Ik ben gelukkig, ik hoop ook dat ze gelukkig is. En anders, ja, ze zit vast met me, dus ik hoop dat ze gelukkig is. En gamen jullie nog? Ja, zeker. Nog steeds. Wat spelen jullie nu? Dus op de PC, als op de PC spelen, dan is het of League of Legends. Of zij speelt een van haar gedownloade spellen. Oké. Okay. Dan zit ik anders met mijn dochter beneden achter de PlayStation kijken wat zij doet. Oké. Okay. Heb je PlayStation 5 kunnen vinden? Niet kunnen vinden nog, maar ik wacht ook nog eventjes. Ja, want om eerlijk te zijn. Ja, nu overdrijft men ook met die prijzen, die scalpers die misbruik van maken. Dus ja, ik wacht ook. Ja. Oh, je bent ook van het gamen. Ja, ik speel meer Red Dead Redemption. Dat is mijn game en FIFA. Oh, oké. Okay. Ja. Red Dead Redemption 2. Mevrouw was er helemaal gek van, moet ik zeggen. Serieus, ik ben er al 2-3 jaren mee bezig en elke dag een beetje. Ja, mooi. Ja, ik game ook met een heer uit Roemenië en we zeggen hem altijd, hij is waarschijnlijk familie van Dracula, die mythe die daar ook speelt, hè, in Roemenië. Ja, is het waar? Wat men daar vertelt in Roemenië. Die personage, Vlatep, is inderdaad van Roemenië. Ja. Maar niemand heeft mij kunnen bevestigen of hij daadwerkelijk een vampier was. Maar die daden wat hij heeft gedaan met zijn slachtoffers op een hele grote spijk zetten en dan in zijn voortuin plaatsen, is inderdaad waar. Hij komt van Roemenië. Ja. Safir, je bent accountant van beroep, maar daarnaast ook nog doe je aan topsport. Hoe combineer je werk met topsport? Je bent bodybuilder, hè? Ja, dat klopt. Hoe combineer je? Ik moet zeggen dat ik heel erg geluk heb dat ik het heel goed kan combineren met elkaar. Mm-hmm. Gezien ik ook mijn werk doe van huis uit.
heb ik de mogelijkheid om of in de ochtend te gaan voordat ik ga werken, heb ik voorheen gedaan en anders in de avond. Mm. Dus het combineert heel makkelijk. Soms nemen we ook onze dochter mee naar de sportschool. Dan doet ze een beetje wat terwijl ik op ballet. Doet mijn vrouw eerst haar workout en dan doe ik die van mij. Dus het gaat heel goed, moet ik zeggen. Oké, en we hadden dan COVID, de COVID-periode. Hoe ging dat met de sport? Het begin van dit jaar, 2021, ging het heel stroef. Want de lockdowns die waren heel erg, waren best heftig, moet ik zeggen. Dus de sportscholen gingen dicht en ik moest mijn workouts thuis doen. Wat heel erg slecht ging, omdat ik niet veel, ik had geen equipment. Ik had alleen maar elastische banden. Okay. Maar uiteindelijk wel een sportschool kunnen vinden die open bleef tijdens alle restricties. Wat misschien tegen de wet was toen, maar ik moest mijn ding doen. Dus ben ik ook maar naar de sportschool gegaan daar en alles nog kunnen doen. We zeggen, je doet aan topsport, maar je hebt recent ook meegedaan aan de Arnold Classics. Een van de top evenementen in de wereld. In welke klasse heb jij meegedaan? Ik heb in de categorie Classic Fysiek gedaan. In klasse tot en met 175 meter lengte. Mm-hmm. En dan ben ik tweede in geworden. Okay. Die dag. Mooi. En is het een nieuwe categorie, die Classic Bodybuilding? Classic Fysiek is redelijk nieuw. Ik denk nu zo 4-5 jaar. Nieuwer dan, hoe zeg je dat, mensfysiek of standaard bodybuilding. Dus het is vrij nieuw, ja. Wat is het verschil? Met classic fysiek, dan kijken ze niet zozeer alleen naar de massa die je hebt, maar ook naar je structuur, je droogheid en je poseren is heel erg belangrijk. En jij bent dus tweede geworden daarin? Ja, dat is goed. Misschien ook die Surinaamse genen die hebben bijgedragen. Dat weet ik zeker, dat het daardoor komt. Anders was ik niet zo ver gekomen, denk ik. Het afgelopen jaar als topsporter. En met alle uitdagingen, restricties en tweede worden. Dik tevreden? Of ik tevreden ben? Ja. Ik ben heel tevreden hoe het is gegaan het afgelopen jaar met de wedstrijden die ik heb kunnen doen. Mm-hmm. Maar in alle eerlijkheid ben ik nooit tevreden met een tweede plek. Ja. Mijn moeder zal het waarschijnlijk niet leuk vinden om te horen, maar het is de bedoeling eigenlijk waarom ik train is om altijd te winnen. Wat natuurlijk niet kan. En ik neem mijn verlies ook gewoon tot me, want het is een les waaruit ik kan leren en het zal mij meer motiveren om beter mijn best te doen in het trainen en het poseren. Maar als het geen eerste plek is, dan ben ik niet tevreden. Ja. Maar ik leer ook meer uit het verliezen, moet ik zeggen. Dus het is ook een mooi meegenomen op een manier. Oké. Het leven in Roemenië, hoe is het voor jou? Deze in Roemenië bevalt me heel goed. Uh-huh. De taal heb ik nu wat beter ook onder de knie. Maar ook in het begin, toen ik de taal totaal niet sprak, was iedereen... de mensen hier zijn heel warm, ze zijn heel vriendelijk. En ik heb me wel goed kunnen vinden op straat of in de winkel en met contacten toch opnemen met andere mensen door Engels te spreken. Ja, en het land bevalt me goed. Het land heeft veel te bieden. Ja. Qua natuur en dergelijke. Je bent geen andere Surinamers tegengekomen? Nee. iemand heeft me verteld dat hij ooit een Surinamer heeft ontmoet hier. Okay. Maar hij was hier kort. Maar ik heb die naam niet onthouden, want het was een 5 of 10 jaar terug. Dus ik heb niemand ontmoet. Geen andere Surinamer ontmoet. Ik heb wel iemand ontmoet die een andere Surinamer heeft ontmoet voor iemand. Ja. Oké. Dus waarschijnlijk nog een paar andere daar ergens. Ja, ik zal beter mijn ogen open moeten houden. ik zal het u laten melden nog. Oké. Wat about de voeding? Jij bent Surinaams opgevoed, opgegroeid. En je gaat dan naar Roemenië.
Heb je snel kunnen aanpassen wat voeding betreft? Jawel, jawel. Qua voeding ben ik, ik ben nooit echt moeilijk geweest met eten. Dus het was voor mij geen, het was geen moeilijke overstap. Maar ook het eten wat hier te bieden is, ja. Valt redelijk overal te vinden in de wereld. Niet dat ze hier zo proppen of wat anders hebben vanuit Suriname, maar de gebruikelijke groente en fruit zoals broccoli of appels, bananen, de standaard dingen. Dus dat is wel oké. Lukt het je wel om iets Surinaams klaar te maken? Jawel, dat lukt wel. Okay. Mijn vrouw zelf die maakt zo af en toe chow mein klaar. Oké. Okay. Dus, en wanneer mijn moeder groenten naar ons opstuurt vanuit Nederland, dan hebben we ook nog wat om te maken. Oké. Okay. Hoe is het contact met mama? Heel goed. We spreken dagelijks. Okay. We zien elkaar helaas niet zo vaak als we kunnen. Vooral ook niet door de corona, maar... Contact met mama is super. Oké. Okay. En de COVID-situatie in Roemenië, is het erg met de nieuwe Omicron-variant of valt het toch mee? Met de Omicron-variant valt het nog mee. Ik heb gelezen dat Roemenië een van de weinige landen in Europa is die op dit moment een groene status heeft. Dus de COVID-gevallen die zijn nog heel laag. Iedereen is, de media is een beetje bang voor de Omicron variant. Dus die houden ons ook daar met hun nieuws op de hoogte. Maar het is nog niet, het is nog niet hard gevallen hier qua Omicron, moet ik zeggen. Oké. Dus ja, dat is natuurlijk positief nieuws. Wat doe je in je vrije tijd aan ontspanning? Behalve gamen hoor. Behalve gamen, ja. Dan is het dan lees ik of een van mijn boeken of dan luister ik muziek op mijn headphones. Ja. Want dan ga ik met mijn dochter naar buiten in het park, naar een speelplaatsje voor de... Nu niet zoveel meer, want het is winter en het is aardig koud en ik ben liever warm binnen, maar soms toch nog even naar buiten, want de dame moet ook rennen. Oké. Voetbal is ook een heel populaire sport daar in Roemenië. Heb jij een favoriete club? Voetbal is zeker populair hier. Ja. Ik moet alleen eerlijk zijn dat voetbal nooit een sport is geweest voor mij om te volgen op televisie. Dus ik ben geen voetbalfan. Ik hou er eerlijk gezegd niet eens van om naar voetbal te kijken op de tv. Oké. Okay. Voetbal is niks voor mij. Je naar Isri man. Ja. Hoe vaak train je nu? Of train je naar een evenement toe dat binnenkort misschien op schema staat? Op dit moment heb ik een pauze tot en met 1 januari. Na mijn laatste wedstrijd elk jaar, dan neem ik een pauze van 2-3 weken. Dus daar zit ik nog in. Maar normaliter train ik 5 of 6 dagen in de week. Oké. Is er een event komend jaar waar je ook op zal staan? Dus eigenlijk de bedoeling om volgend jaar alleen maar te groeien, dat ik geen wedstrijden zal doen. Ja. Maar als ik volgend jaar november mee kan doen aan het amateur wereldkampioenschap, dan zal ik die alsnog doen. Doe je ook mee aan lokale toernooien in Roemenië zelf? Jawel, jazeker. Hoe zijn die voor jou? Zo. Ze zijn goed te doen. Mijn fysiek bevalt de mensen heel erg goed hier, dus dat is heel fijn ook. Ik doe wel oké. Ik ben een paar keer nationaal kampioen geworden hier en een afgelopen wedstrijd in een andere stad in augustus heb ik ook de eerste prijs kunnen pakken. Oké. Je bent tweede geëindigd tijdens de Fysiek Classics. Zeg ik het goed? Bij de Arnold Classic, ja, ben Arnold ik tweede geworden. Ga je voor de eerste? Ten alle tijden. Het is leuk om op het podium te staan, maar ik wil daar alleen echt staan voor de nummer 1. Goed, wanneer is de volgende?
De volgende Arnold Classic of mijn volgende ja. Ja, de volgende Arnold Classics. Volgend jaar in september. Het is elk jaar in september. Oké, dan kunnen we uitkijken naar jou. Zeker, ik zal mijn best doen. Je bent geboren in Paramaribo. Heb je er ook eens aan gedacht om misschien een vrouw, de Romeinse, naar Suriname te brengen en haar kennis te laten maken met het land waar je geboren bent? Ja, zeker. Dat is iets waar ik bijna elke dag over nadenk. Ja. Wel de bedoeling om dat vorig jaar en ook weer dit jaar te doen. Maar gezien ik niet eens naar Nederland heb kunnen gaan om mijn moeder en mijn broertje te zien, mm-hmm. heb ik ook niets kunnen doen om naar Suriname te gaan nog. Mm-hmm. Dus dat is nog in de planning. Dat is zeker mijn volgende trip die ik wil dat we samen maken. Dat wordt een bijzondere. Ja, zeker. Ik denk dat ze het heel mooi gaat vinden daar, want Suriname is prachtig. Goed, Saphir Korendijk, als word of advice naar, je hebt hier ook heel wat jonge bodybuilders en ook in mensfysiek, heel wat jongeren die hun best doen. Wat voor advies kan je ze geven? Wat voor opties? Advies. Oh, advies. Mm-hmm. Als advies zou ik jonge atleten willen geven dat ze redelijk kritisch moeten blijven op hun eigen training. Om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk trainen. Niet alleen zo hard mogelijk, maar ook zo slim en goed mogelijk dat de training daadwerkelijk goed valt op je lichaam. Proberen buiten het goed eten om ook nog een klein beetje te genieten van je leven. Dus niet te strikt blijven met je dieet. Neem af en toe iets lekkers. Maar blijf gefocust op wat je doet en heb geduld. Als je geduld hebt, dan groei je gewoon dan groei je goed en zonder stress. Alright, mooi gezegd, mooi verwoord, Saphir. En tot slot zou je nog de groeten willen doen aan familie Korendijk, die heb je ook hier. En de mensen die luisteren en misschien jou ook kennen. Sorry, zou je dat kunnen herhalen? Zou je de groeten willen doen ter afsluiting aan de mensen die jou kennen. Familie Korendijk heb je hier ook. Je hebt de grote familie en ook de luisteraars in de andere landen. Ja, zeker. Ik zou graag de groeten willen doen aan mijn oom Ronald Lobles, mijn peetvader, mijn familie Leidsman van mijn moederskant en natuurlijk ook de familie Korendijk van mijn vaderskant. Tante Kami, mama, die ken iedereen. Ik hou van jullie en ik mis jullie heel erg. En ik ben blij dat ik op de radio ben om jullie een boodschap heb kunnen achter te laten. Hey Saphir, thank you. Ik vond het fijn om met je te praten en dat je ook zoveel hebt gedeeld met de luisteraars. Thank you en heel veel succes met de evenementen die op komst zijn. En natuurlijk misschien dat we je dan zien op het podium. Heel gauw. Ja, zeker. Dank je ook voor de tijd en de mogelijkheid. En heel even tussendoor, mocht iemand trouwens hulp nodig hebben met trainen of wat dan ook, dan weten jullie mij te vinden of op Instagram of op Facebook natuurlijk. Ik help graag. Hey, thank you, dat is geweldig. Thank you, Saphir. Dank je wel nogmaals. Dank je ook. Fijne dag nog. Yes. En vandaag in Surinamers overal, Saphir Korendijk in Roemenië.